didn't even get to cross. Yo mensen van Dagelijkse Games, mijn naam is Tommy en vandaag gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Unity. Vorige keer hebben jullie gezien hoe ik Marie Levensquap vermoord. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het zal wel. En nu gaan we weer terug naar Elise, want ja, dat is de missie. En, we moeten het gebied ontsnappen met haar, zie ik dat heb ik al gelezen. Dit. Nu Marie Levensquap dood is, is het tijd om Elise te treffen en het gebied te verlaten. Boom, spelen. Let's go. We hebben natuurlijk ook zo'n legendarische kap gekregen, die is fuck goed. Kijk hem op ons gezicht dan. Kijk dat ding. What? Hij is zo lelijk. Run. What the fuck heb je gedaan, Elise? Taking a ride. No. I'm afraid not. These older models are entirely at the mercy of the breeze, and there is far too much of it, I'm afraid, to be safe. Now, this particular example, what do you think you're doing? Get out of there this instant! Cut the ropes! I'll cover you! Oh my. Oh ja, zij zijn mijn kofferen, hè? Look out. Maar wat als ik het nu niet haal dan? Oké, ik weet bijna zeker dat ik het niet ga halen. Het zou geniaal zijn. Just one more. Kan ik het weer? Oh no! I'll come to you. Hang on. I'll try to stay put. Houd hem. Certainly is lovely up here. You should see vochten. The view. Oh, you don't say. The wind is picking up. You'd better hurry. Yes, thank you. Ik wist het, hè. Het was zo te verwachten. About how you plan to get down. Oh, these things tend to work themselves out. Straks zijn we gaan tacken. I hope you've got a plan. Over the rooftops. Does watch and laugh as you crash into the river count? Leave them! Just run! Oké, okay, nice. Zij schiet alles. Raak de grond niet en hou de mond Gouffier bij. Elise, ik dacht dat jij alles zou schieten. Oh, oké. Okay, een beetje let. Ja, nou, ik blijf wel rennen, hoor. Oh shit, kijk die bliksem. Dankjewel, Elise, dat je alles killt. Ja, ik laat ze, hoor. Ik ben aan het rennen. Als jij nou gewoon die haken eens even had vastgedaan, dan konden we die daarna los doen als ik erin zat. Wat de fuck praat ze nou allemaal? Ik ben toch niet eens bij ze, joh. Ik ben aan het rennen. Ik kon ook niet anders zijn dat het misging. Daarheen. That's him! What happened? I think the rope's caught! You! Halt! Just hang on! Get down here! Stop! What the fuck? Are you? Waarom de fuck doen die zinnen het soms niet? Of in ieder geval wat ze zeggen. Oh no! I'm alright! Hold it!
Oh, wow. What did you do back there? It's a long story. What the fuck? Ja, ik ren al, joh. Doe rustig. Your pardon, monsieur. Waarom de fuck beukt het geluid altijd? Het zal wel aan de game liggen, want ik heb heel veel mensen horen klagen over de game, zeg maar. Ik vind het wel een leuke game, though. Maar ja, ik ben sowieso niet van het klagen over games, weet je. Oké, als ze het niet doen, oké, weet je. Maar dan toen lag het aan mijn computer dat hij het niet deed. Ah, hij deed trouwens eerst ook niet hier. Toen reageerde hij niet toen ik hem opstartte. Maar hij doet het nu, dus daar ben ik blij mee. Nou, ik ben nog de hele tijd aan het rennen. Dus doe rustig. Oké, hier moet ik er volgens mij op. We're almost at the river. Hurry! Just coming. Haalt hij het? Ja. Next time, I plan the escape route. Wat een lelijk masker heeft hij op, maar dat hoort bij die kap. Holy shit. It's beautiful. From up here, you'd never know the nation is tearing itself apart. Can things ever go back to the way they were before, do you think? Do you? After everything that's happened. Everything we've lost. So that's it then. The course of history forever altered, never again to return. Maybe we can't go back. But going forward isn't necessarily an ending. Kijk die kat door zijn mond. Zag die kat door zijn mond. You cheated. You took too long. I love you. Okay. Hey, raak de grond niet. Ik had hem bijna geraakt, though. Maar bijna is niet helemaal. Dan soms moet je blij zijn dat het bijna niet helemaal is, maar soms moet je er helemaal niet blij zijn. Als je bijna de jackpot hebt gewonnen, is het een beetje jammer, maar als je bijna ongeluk hebt gehad, dan moet je blij zijn. Maar ja, we hebben in ieder geval, we zijn ontsnapt. Niet op de beste manier, maar hey, ontsnapt is ontsnapt. En ik maar denken dat het een makkelijke missie zou worden. Dat had ik niet moeten doen. Had to dash. You looked so peaceful, I didn't want to wake you. Je t'aime, Elise. Someone will come and collect it. Surely. Is het nu klaar, deze missie? De weg naar de hongersnood, trofee vrijgespeeld. Oké. Oh, nee, het is nog niet klaar deze missie. Initiate, do you read me? I'm sorry about all this noise. There's a waterfall of signal distortion. It's not looking good. How about one more boost before I lose this connection? Sending you the data now. Sluipmoordenaarsvaardigheden ontgrendeld. Oeh, dikste huidverbeterspel. Oh ja, maar ik heb zoveel vakpunten. Dat is sowieso mooi. Kijk, wat is dit? Grondexecutie. Een dodelijke aanval op een liggende vijand met deze uitvoering. Die op de grond. Dat zou ik wel willen eigenlijk, maar... Ik wil sowieso mijn gezondheid omhoog. Dikste huid. Boom. Ja. Heb ik nog 15 van die punten?
Oh, ik kan deze ook nog. Oeh, zal ik een ijzeruit doen? Waar ging... Oh, nee, what the fuck. Ik deed bijna de verkeerde, deze. Oké, ik heb nu een ijzeruit. Dat is de beste, dat is mooi, want ja... Dat is altijd handig. Even kijken, verder kan ik niks meer. Maar wat ik... Oh shit, ik ben 5 diamanten! Oké, so hold fast. Our own research couldn't locate the date and place of Germaine's death. So you'll have to find it yourself. Bishop out. Ik heb nu 5 dingen. Oh shit, wat is deze? Grondexecutie lijkt me wel chill. Daar moet ik 8 dingen voor hebben. Wat heb ik gekregen op afstand? Upgrade. Een upgrade van waar je 2 keer kunt vuren zonder te herladen. Oh, dat zou chill zijn. En bommen gifgas. Nee, dat heb ik nog niet nodig. Sluipen. Volgens mij die lockpick. Ja, oké. Okay. Die ga ik sowieso. Dus dat is de eerste die ik ga doen. Maar mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer abonneren? En tot de volgende keer. Laters.